Het is maandagochtend. Vanavond heeft u in Utrecht weer een vergadering en dan morgen is er weer een persconferentie. Dat is ook wel nodig, want de cijfers zijn de afgelopen tijd van coronacijfers zijn sterk opgelopen. Het afgelopen weekend is het iets afgelopen. Wat is uw gevoel wat er voor vanavond, wat zijn de belangrijkste punten om nou te gaan bespreken? Nou, vanavond gaan we het vooral hebben over wat er gebeurt als de nieuwe coronawet van kracht wordt. Die is net door de Eerste Kamer aanvaard. Dus nu is de vraag, hoe gaat het werken, dat nieuwe stelsel? De minister zal een regeling afkondigen waarin alle bepalingen die in de noodverordeningen staan zijn opgenomen. Dus dan zijn die noodverordeningen niet meer nodig. En daarnaast zal er ook wel een mondkapjesplichtregeling komen. Dus dat betekent dat het stelsel iets anders wordt. En wat betekent dat voor het functioneren van de voorzittersveiligheidsregio, voor de individuele burgemeesters? Dus daar gaan we het vanavond over hebben. We gaan het ook hebben over de regelingen die de minister van plan is af te kondigen. Om te kijken of wij vinden dat dat goed opgeschreven is of dat het nog een tikje anders moet. Dat zijn ongeveer de thema's waar we het over zullen hebben. Nou, in zijn algemeenheid zien we eigenlijk een zekere afvlakking van de groei. Afgelopen weekend lijkt zelfs een kleine kentering te zijn geweest, maar dat kun je met de weekendcijfers nooit helemaal zeker zeggen. We hebben wel vaker gehad dat in het weekend een kleine dip zat. Maar je moet het eigenlijk over iets langere termijn zien. Maar die afvlakking die was wel duidelijk. Zien we hier in de regio ook dat, dat die stijging eigenlijk wel een beetje aan het kenteren is. Als we dat een beetje zo volhouden, dan gaat die misschien over enige tijd langzaam dalen. En de modellen van het RIVM die voorspelden ook begin november dat die kentering echt zichtbaar zou zijn in de cijfers. En tot op heden, het is allemaal nog heel fragiel. Lijkt het niet dat ze ongelijk hebben. En dat is wel belangrijk. Maar dan zijn we er nog niet, want dan zitten we stabiel op een heel hoog niveau. En dat vraagt nog wel lange tijd volhouden van de maatregelen die we hebben. Ja, betekent dat wat u betreft ook dat er geen nieuwe maatregelen nodig zijn, omdat die cijfers aflopen en we eigenlijk dus nu de vruchten plukken van de maatregelen die we eerder genomen hebben? Ja, eigenlijk moet je hier wel een tijd mee doorgaan om die kentering echt goed in te zetten. Dus je ziet dat de cijfers nou aan het afvlakken zijn, maar ze dalen nog niet. Dus dat moet je wel voor elkaar krijgen. En je bent pas weer in de situaties waar we deze zomer zaten als de cijfers echt substantieel lager zijn dan ze nu zijn. En zover zijn we nog lang niet. Dus we zitten nog wel een tijd in deze situatie, schat ik in. Ja. Nou blijkt uit het onderzoek wat de GGD-periodiek doet dat steeds meer mensen zich niet aan de regels houden, in ieder geval van het thuisblijven bij klachten. 2/3 van de mensen geeft aan, ja, ik doe toch wel een boodschap of ik ga toch nog naar mijn werk. Baart u dat zorgen? Ja, het is heel onverstandig om dat te doen. Het is wel zo aan de andere kant dat alle modellen waarmee we rekenen, niemand houdt ooit rekening met 100% naleving. Dus dat zal nooit het geval zijn. Maar je moet het met elkaar doen. Dus het is ook erg onverstandig om je aan de hoofdregels niet te houden. Dus daar nemen we gewoon risico mee. Maar ik constateer in de kentering in de cijfers dat het totaalpakket wel de werking heeft die we graag willen dat het heeft. Ja, maar heeft het dan wel zin om bijvoorbeeld extra maatregelen op te nemen als de trend is dat steeds minder mensen zich aan de regels houden? Dan kan ik me voorstellen dat als er nieuwe maatregelen genomen worden, dat die steeds minder effect hebben ook. Nou, ik constateer nu aan de cijfers dat het wel effect heeft gehad. En dat is datgene waar we ons aan vast moeten houden. Het is niet zo dat elke maatregel als zodanig nou het grote verschil maakt. Het gaat het hele pakket bij elkaar. De communicatie die eromheen zit, waardoor mensen weer voorzichtiger worden, alles bij elkaar leidt tot een bepaald gedrag. Dat is nooit een 100% naleving, maar zodra het als totaal voldoende is om die cijfers te stabiliseren of weer omlaag te brengen, dan doen we het goed. Dus ik heb eigenlijk de indruk dat op dit moment het juiste pakket van kracht is. Ja. Vorig weekend illustreerde het Algemeen Dagblad een artikel over drukte in de winkelstraat met een foto van de Leidse Haarlemmerstraat. Daar was het ook druk, dat hoorden we van alle kanten. Wordt het daar steeds drukker? Nou, ik denk dat dat een oude foto was, moet ik eerlijk zeggen. Daar is een flinke discussie over geweest, daar lijkt het in ieder geval niet op. Maar het was wel druk in de Haarlemmerstraat. Foto was, maar wij monitoren de drukte op de Haarlemmerstraat. Of het te gek wordt of niet. En als het echt te gek wordt, dan treden we ook op. Maar wij vonden het nog niet te gek worden. Nee. Het is van de zijkant ook moeilijk te zien, want als heel veel mensen achter elkaar zitten, dan heb je dat beeld niet voldoende.
Nee, toch hoorden we ook van mensen die daar rondliepen. Van ik voelde me een beetje, ik voelde me niet onveilig, maar het was wel druk. Drukker dan ik gewend ben uit de coronaperiode. En zeker met het oog op de drukke feestweken die eraan komen en de mensen die dan veel boodschappen gaan doen. Kan ik me voorstellen dat u daar ook een plan voor maakt om in die weekenden toch weer iets met die winkelstraten te doen? Ja, wij monitoren het. Dus wij hebben een automatische monitoring van de drukte op de Haarlemmerstraat. En daar hebben we ook niveaus waarin we zeggen, nu wordt het te druk. Dat betekent dat we dan weer een beetje gaan de toegang gaan doseren, zoals we dat vaker gedaan hebben. Is dat al nodig geweest afgelopen najaar? Nee. En verwacht u, ziet u een toename daarin? Ja, kun je eigenlijk nog niet goed zeggen. Afgelopen weekenden was het inderdaad wel iets drukker, dat is zo. Maar nog niet voldoende om in te moeten grijpen. Nee. Afgelopen donderdag zei u in de commissie, in de gemeenteraad, dat de BOA's nog maar mondjesmaat andere dingen doen dan het toezicht houden op de noodverordening. Betekent dat ook dat er taken bij de buitengewoon opsporingsambtenaren blijven liggen? Ja, men heeft een algemene handhavingstaak op een aantal feiten. Je moet het ook zo zien dat je dingen ook zo kunt combineren. Soms ga je specifiek ergens naartoe omdat er een melding is. Maar een heleboel is gewoon algemene surveillance. En dan let je ergens op. En op het moment dat je die algemene surveillance doet met een brede blik, of je zegt ik kijk specifiek naar corona, maar ik neem die andere dingen mee. Ja, zit ook weer niet zo'n enorm groot verschil tussen. Maar het is wel zo dat specifieke controles en dergelijke, die staan allemaal op een laag pitje hierdoor, omdat alle capaciteit hiervoor ingezet wordt. Bovendien zijn er ook bij de BOA's mensen ziek, of gewoon griep, of zijn getroffen door corona of familie die daarmee te maken heeft. Dus niet iedereen is inzetbaar. Dus dat betekent dat het lastiger is om de diensten goed rond te krijgen. Is het dan een bewuste keuze om die wat algemenere controles op een lager pitje te zetten, of kunt u niet echt anders op dit moment? Ja, kunnen echt niet anders, maar anders hadden we het ook gedaan. Maar omdat u corona in die zin belangrijker vindt dan misschien een algemene... Ja, moet nu even, ja. Ja. En waar zien ze dan vooral op toe op dit moment? Wat is de hoofdtaak? Buiten is natuurlijk vooral gaat het om niet te veel bij elkaar en afstand houden. Belangrijk, het geheel. Niet te veel mensen in een zaal, in een ruimte. Dat is de tweede hoofdtaak die ze hebben. En daar focussen ze vooral op. Ja. Dit is de huidige stand van zaken, maar er komt natuurlijk een feestmaand aan, de decembermaand. Het wordt steeds donkerder, dat merken we ook. En het wordt gezelliger om binnen te zitten met elkaar. En iedereen kijkt eigenlijk uit naar de intocht van Sinterklaas. Naar het vieren van de kerst, het vieren van oud en nieuw met familie. Wat is het perspectief dat mensen hebben? Is dat op enige moment mogelijk, denkt u? Ik verwacht eerlijk gezegd Sinterklaas intocht op de manier zoals we die gewend zijn, zal er niet zijn. Maar Sinterklaas komt wel naar ons land, dus de kindertjes kunnen gerust zijn. Maar er zal geen grote oploop voor zijn. En dat willen we ook echt proberen te voorkomen. Dat is niet alleen hier, dat is eigenlijk overal zo. Voor kerst eigenlijk vooral in eigen kring. Het is ook een feest voor eigen kring, dus dat past wel. En oud en nieuw, daar zijn we wel over aan het discussiëren wat dat eigenlijk betekent. Daar zijn we nog niet uit. Er wordt ook landelijk over gediscussieerd. Landelijk is in debat of er niet een volledig vuurwerkverbod moet komen dit jaar. Om te voorkomen dat er vuurwerkslachtoffers moeten worden opgenomen. Terwijl de intensive care overbelast is. Terwijl het ziekenhuis overbelast is. Dus daar heb ik wel begrip voor. Maar we moeten even afwachten wat dat landelijk betekent. Lokaal zullen we ons in ieder geval goed op voorbereiden op dat moment. Ja, want tegen de gemeenteraad zei u, er is best een kans dat de onvrede die bij groepen in de samenleving leeft tot uiting komt tijdens de jaarwisseling. Wat bedoelt u daar dan mee? Nou ja, de jaarwisseling is sowieso al een moment waarop we de afgelopen jaren eigenlijk al heel lang zien dat sommige groepen zich eigenlijk weinig aantrekken van regels en ja, dat heeft tot allerlei vervelende dingen geleid, als geweld tegen hulpverleners, vandalisme en dergelijke. Dat hadden we in Leiden redelijk onder controle gedurende een fix aantal jaren. Dat was 15, 20 jaar geleden echt heel erg anders. Maar het is wel een moment dat je daar uiting aan geeft. Dus als je ergens heel boos over bent of echt
helemaal je niks wil aantrekken van de regels die er zijn, is dat een mooi moment om een statement te maken. Zeker als er vuurwerk afgestoken kan worden, dan kun je dat in combinatie met drank beschouwen als een prachtige cocktail voor hele vervelende dingen. Dus daar moet je goed op voorbereiden. En dat is iets wat we ook zeker zullen doen. En we merken natuurlijk dat voor een deel van de bevolking dat zich eigenlijk helemaal niet kan vinden in de corona-aanpak. Hebben we te maken met mensen waar de emoties sterk zijn, maar ook breder in de samenleving zien we wel dat, dat de korte lontjes duidelijk aanwezig zijn. Mensen zijn sneller geïrriteerd. Mensen zijn niet alleen oneens, maar worden snel boos. Zijn niet meer gewoon boos, maar zijn heel boos. En dat is iets wat mij ook wel zorgen baart. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat heel veel normale ontmoetingen niet meer kunnen. De normale uitlaatkleppen zijn er niet. Dat betekent dat je alles moet organiseren. En dat vind ik echt zelf wel riskant voor de samenleving. Maar zou je dan niet moeten zeggen dat we die uitlaatkleppen moeten organiseren, omdat mensen die toch nodig hebben? Want wat er op dit moment vooral gebeurt, is dat er minder mogelijk wordt. Ja, maar we hebben dat in de zomer en het vroege najaar gezien. Te veel dingen mogelijk maken betekent eigenlijk dat het verkeerd gaat met het virus. En dat willen we ook niet. Dus dat betekent dat we er nu even doorheen moeten. We moeten het wel zien, herkennen en ook kijken wat we eraan kunnen doen. En dat is niet, dan is niet de oplossing dingen niet regelen en dingen vrijlaten, maar eerder het benoemen en kijken wat je er specifiek mee kunt doen. Ja. Nog even terug naar de intocht van Sinterklaas. Je zegt Sinterklaas komt wel naar Nederland. Kunnen we daar iets in leiden van merken? Hoe gaan we Sint ontvangen met elkaar? Ja, als ik naar Madrid ga, dan staat ook niet heel Madrid op de uitkijk als ik kom. Ik denk dat de Sint incognito naar ons land komt en die is er dan op een gegeven moment. En dat zal in Leiden ook zo zijn. Ja. En voor uzelf, de feestdagen zijn normaal een moment om met elkaar gezellig om de tafel te zitten. U zei, het zijn ook dagen om dat met elkaar te vieren. Maar als er vandaag wordt er bijvoorbeeld gesproken over dat er nog maximaal 2 mensen binnen kunnen zitten. Nou, dat is voor mij geen kerst. Waar bereidt u zichzelf op voor hoe u na een ruim een half, driekwart jaar aan moeilijke regels de feestdagen ingaat? Nou, ik denk dat je gewoon met je eigen gezin prima kerst kunt vieren. Ga ik ook doen. En een beperkt aantal gasten kan ook nog wel. Dus dat je kunt denk ik een hele fijne kerst met elkaar vieren als je dat zo en goed doet. En bereid je, heeft u, ik vraag me af, omdat het voor veel mensen ook een lange periode geweest die moeilijk is geweest, dat het een soort van uitlaatklep wordt. Is daar, denkt u, de ruimte voor in die decembermaanden? Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat de regels veel soepeler zullen zijn rond die tijd. Dus dat, ik denk dat we met deze regels nog wel een tijd te maken hebben. En dat betekent dat het vooral in de privésfeer zal plaatsvinden, het feest. En ja, dat is eigenlijk ook wel wat kerst is. Dus ik geloof dat ik me daar niet zo zorgen over maak. Wat dat betreft is oud en nieuw spannender voor mij en voor ons. Ja. Aan het begin hadden we het ook al over de coronaspoedwet, die de noodverordeningen gaat vervangen. De afgelopen, sinds maart eigenlijk, was u in charge om in onze regio Hollands Midden ervoor te zorgen dat het coronavirus onder controle blijft. Wat gaat er nu veranderen? U krijgt misschien wat minder verantwoordelijk omdat die naar de minister gaan? Ja, eigenlijk denk ik dat in de praktijk wel meevalt met de verschillen. Wij hebben altijd heel goed samengewerkt met alle burgemeesters in de regio. En weliswaar waren de formele besluiten de besluiten van de voorzitter, maar we hebben het er altijd van tevoren met elkaar over gehad. En ik heb altijd rekening proberen te houden met de opvatting van de collega. Nu zien we dat die bevoegdheid om als voorzitter een besluit te nemen zullen wegvallen. En dat betekent dat je onderlinge afspraken moet maken. En een van de lijnen waar we nu aan zitten te denken is om met elkaar een soort beleidskader te maken. Die ook aan de raden voor te leggen, de gemeenteraden, zodat die ook iets meer in positie komen. Maar ik denk dat in de praktijk de werkwijze best veel op elkaar zal lijken. Ja, en betekent dat ook dat er minder ruimte komt voor regionale verschillen in die noodverordeningen? Ja, die was al heel gering. Omdat we te maken hadden met centrale aanwijzingen van regels die in die noodverordeningen moesten komen.
En je mag geen regionale noodverordening afkondigen die in strijd is met de aanwijzing. Nou, die aanwijzing was heel uitgebreid en dat betekent dat die regels ook bijna overal identiek zijn. Er zijn nog wel een paar specifieke situaties. Ik bedoel, de haven is echt anders, van Rotterdam is echt anders dan wat je in Drenthe aantreft. Maar de centrale regels waren altijd hetzelfde. En dat blijft nu. Dus daar zit het verschil niet in. Nee. Zit hem veel meer in het praktische handelen. Dus als het veel te druk wordt richting strand, dat je bijvoorbeeld kunt kiezen om een parkeerplaats af te sluiten om te voorkomen dat er nog meer mensen naartoe komen. Of preventief om te voorkomen dat er heel veel mensen met de auto naartoe gaan. Ja. Dan wordt het gebied niet afgesloten, maar wordt wel beperkt dat er heel veel mensen naartoe komen. Nou, dat type maatregelen zullen altijd wel blijven, want dat zijn gewoon reguliere bevoegdheden die je hanteert. Ja. En wat wij proberen is met de burgemeesters gezamenlijk die lijn af te spreken. Ja, en als ik even terugga naar eind augustus, toen zei het kabinet, ja, we gaan alles regionaal regelen, want het is niet nodig om dat landelijk te doen. De burgemeesters en de veiligheidsregio's die weten eigenlijk beter wat er lokaal moet gebeuren. Dat station is natuurlijk al lang achter ons. Komt dat nog terug dan? Of is het met deze spoedwet ook echt een nieuwe weg ingeslagen? Eigenlijk moet je zien dat die regionale aanpak, die werkt vooral als er heel weinig besmettingen zijn. En ergens, dus een soort laagvlakte waar ergens een heuveltje aan besmettingen optreedt. Dan kun je proberen dat in te dammen en naar beneden te drukken. Dat is heel goed te doen. En dan hoef je niet het hele land met dezelfde maatregelen te confronteren. Maar nu is het totale niveau zo hoog en bijna in het hele land zijn nog een paar regio's waar het een tikje minder is. Maar ook daar zijn de aantallen echt behoorlijk hoog. Dat het kabinet heeft gezegd, dit kunnen wij niet meer regionaal tackelen. Hier moeten één set regels voor het hele land gelden. Zolang dat het geval is, heeft het ook geen zin om alleen maar aan regionale maatregelen te denken. En nu een noodverordening die is normaal bedoeld om 1 of 2 dagen, misschien een week, een bepaalde situatie in een bepaalde gemeente op te lossen. Nu heeft dat maanden geduurd, maar wat de wet voorschrijft is dat u nu bij de gemeenteraden langs gaat om uit te leggen wat u met deze noodverordening de afgelopen tijd gedaan heeft. Hoe gaat u dat aanpakken, die wettelijke verplichting? Nou, er komt gewoon een eindverslag. Die sturen we naar alle gemeenteraden. Die kunnen daar opmerkingen over maken. Als ze willen dat ik in de gemeenteraad verschijn, dan ben ik daar. Zo gaat het eigenlijk. Dus eigenlijk net als een normale situatie, er wordt een verslag gedaan en men mag er commentaar op hebben. Maar is het mogelijk om een verslag te schrijven over 9 maanden corona? Dat is bijna een geschiedenisboek vol, zou ik zeggen. Nou ja, we hebben elke maand zo ongeveer, en soms wel vaker dan 1 maand, hebben we een brief aan de gemeenteraad gestuurd met de belangrijkste ontwikkelingen en de belangrijkste keuzes. Dus op het moment dat je die bij elkaar voegt, dan ben je al een heel eind. En een aantal hoofdkeuzes die we in het verleden gemaakt hebben, die zullen we nog wel een pregnante plek geven in die evaluatie. Dus dat lijkt me prima. Overigens hebben we in de tussentijd ook raadsleden avonden gehouden, waar raadsleden vragen konden stellen. En waar ik of de directeur publieke gezondheid of een van de andere aanwezigen dan ook een antwoord hebben kunnen geven. En dat vonden de raadsleden over het algemeen ook wel heel prettig dat die mogelijkheid er was. Ook via de gemeenten, dus via de colleges, is elke gemeenteraad wel goed op de hoogte gehouden. Dus ik geloof dat wel losloopt. Wat volgens mij voor de raad zeker zo interessant is om over het beleidskader van hoe gaan we de komende tijd met elkaar werken, om daarover te discussiëren. Nou, die zou ongeveer in dezelfde tijd komen. Ja. Tot slot nog een kleine actualiteit. Dit weekend berichtte de NOS dat er een enquête is uitgezet onder burgemeesters naar de mogelijke wens voor een messenverbod op straat, onder jongeren dan vooral. Heeft u die enquête, heeft u daarop gereageerd? Ja, ik weet eerlijk gezegd niet of dat soort dingen nou zo heel veel zin hebben. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. En als je ziet dat het wapenbezit onder jongeren tot soms hele vervelende dingen kan leiden, dan begrijp ik wel dat men zit te denken aan een verbod. Maar een verbod moet je weer handhaven. Een mes is makkelijk weg te stoppen, dus aan de buitenkant kun je het niet zien. Je kunt er eigenlijk bijna, als het onheil geschied is, kun je achteraf pas constateren dat dat zo is. Of wanneer mensen opzichtig ermee zitten te zwaaien. Maar aan de andere kant moeten we ons ook realiseren, zelfs als het niet verkocht kan worden, ja, je neemt het makkelijk mee uit je keukenla. Dus eigenlijk denk ik dat het niet zo heel veel zin heeft. Het is veel belangrijker, lijkt mij, om de jongeren zelf ervan te overtuigen dat dit een verkeerde weg is. Dus dat zou ik langs een andere kant aanvliegen.
Dus u hoort bij de 30% van de burgemeester die zegt, nou, wat mij betreft gaan we dat messenverbod niet op die manier invoeren. Ja, ik geloof dat het eigenlijk niet zoveel zin heeft. Sommige verboden hebben niet zoveel zin om werkelijk te gebruiken. Nee. Tot volgende maand, dan is het begin december, vlak voor de feestmaand. En dan hebben we het ook over oud en nieuw natuurlijk, want daar gaat u in december wat breder over besluiten. Exact. Ja, dank u wel. Graag gedaan.